Wat betekent dit voor de dessertmeesters? Nou, dat betekent dat de productielocatie is afgebrand. Gelukkig hebben we een deel van de voorraad is op locatie, op een andere locatie. Dus wij kunnen nog voorlopig nog wel even blijven leveren. En verder betekent dat er op dit moment al gekeken wordt waar wij zo snel mogelijk de productie weer kunnen oppakken en verder kunnen. Maar betekent dit ook dat bijvoorbeeld levering aan supermarkten in gevaar komt? Of wellicht de ijssalons? Nee, de ijssalons sowieso niet. Van der Poel ijssalons zijn van de familie Van der Poel. De dessertmeesters is van de familie Roerink, Roerink Food Family. Het zijn twee aparte bedrijven. Dus daar is geen gevaar. Ook voor onze leveranciers of voor onze klant is op dit moment geen probleem. Omdat wij nog een voorraad op andere locatie hebben. De bedrijven die u net noemde zijn recent samengegaan. En ze hebben flink geïnvesteerd in dit pand. Ja, even voor de duidelijkheid. De ijssalons zijn niet overgenomen. Die zijn nog steeds van de familie Van der Poel. En de Roerink Food Family, die hebben de fabriek overgenomen. En dat staat dus los van elkaar. Er is inderdaad recent geïnvesteerd. De duurzame investering die nu helaas weg is. Dat is rond de jaarwisseling is er met man en macht gewerkt. En op 20 januari hebben wij een soort heropening gehad. En is ook de nieuwe naam bekendgemaakt. Dus niet meer Van der Poel ijsfabriek, maar de dessertmeesters. Vannacht dus die verschrikkelijke brand. En de eigenaren waren erbij aanwezig. Ja, die zijn ook meteen gebeld, die zijn hier naartoe gekomen. Hebben ook met de omwonenden gesproken. Ja, die zijn op dit moment op kantoor in de Zuivelhoeve in Twekkelo. En ja, die zijn zeer ontdaan. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat er geen menselijke ongelukken zijn gebeurd. Gelukkig is het alleen maar materiële schade. Maar het is natuurlijk toch wel een heftige gebeurtenis. En aan de andere kant is de familie ook reëel en kijkt vooruit en probeert plannen te maken over hoe nu verder en opties te bekijken. Triest gezicht, hè? Ja, voor een bedrijf wat helemaal hernieuwd was. En ze hadden echt helemaal een nieuw duurzaam bedrijf. Heel triest voor zo'n bedrijf. Heel vervelend voor de bewoners van de flats die precies in die rook zaten. Die even toch een paar uur vannacht uit hun bed in hun pyjama eruit moesten. De diensten hebben ontzettend goed werk verricht, maar het blijft. En daarom ga ik nu even vandaag hier naartoe. Triest voor de ondernemer. Bent u zelf ook nog wakker gebeld vannacht? Meerdere keren, ja. Dat gebeurt dan. Dat is het lot van de burgemeester. Maar dat is niet erg, want dat hoort er inderdaad bij om te checken hoe alle hulpdiensten hun werk verrichten. Al met de eigenaar gesproken? Nu met de woordvoerder van de eigenaar. We gaan straks even kijken hoe het is, maar zal een desolate toestand zijn. Hoe gaat het verder? Ja, ik denk dat we moeten afwachten wat er gebeurd is. Dat is het ene. En aan de andere kant vooruitkijken om zo snel mogelijk weer de productie op te pakken.